scout het hoofdpool. Wie komt met het beste advies? Wie is de beste ambassadeur voor het MBO? De jury gaat het beoordelen. Als juryleden letten we op 5 vaardigheden. Dat gaat om leiderschap. Nee, ik zou zeggen... Probleemoplossingsvermogen. Dus dit is een heel goed idee, maar kijk wat die kop net deed. Creativiteit. Maar dit is dat. Samenwerken. We gaan nu al meteen op één onderwerp heel diep in. School. Ja. En communicatie. Ja, dat bedoel ik met zo'n groepje. Dat het daardoor ook leuk wordt. Is. Voel je de druk? Ja, ik merk wel dat iedereen steeds lustiger wordt. Slechte punten verbeteren. Van mijn hele jaar als ambassadeur was fantastisch. Het is echt een achtbaan geweest van ervaringen, mensen. Ik kom net terug uit Rusland, dus ik heb echt een waanzinnig jaar gehad. Ik heb een hele leuke dag hier, heel veel leuke mensen. Ik heb echt naar mijn zin en ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen daar allemaal. Ja, iedereen is gemotiveerd en iedereen komt met ideeën. Ja, nu ga ik wel meer van mezelf laten zien. Ja, ik krijg gewoon heel erg mijn best in. Ja, alle studenten staan hier niet voor niets. Ze kunnen dit allemaal, dat weet je. Wij zijn er, ik ben er, om de parels die we al hebben in het MBO, het goud, naar voren te halen en dat te laten zien. En zodra ik dat merk van iemand, dan ga ik daar wel extra scherp op infocussen. Want dat is voor mij de volgende ambassadeur. Dat is wel een hele leuke, bijzondere dag. Uiteindelijk kon ik mijn steentje wel bijdragen, zeg maar, in de groep. En daar ben ik blij mee. Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar het was superleuk en een hele leuke ervaring. De winnaar is Hendrik de Kok. Hendrik de Kok! Je hebt best wel veel verschillende verhalen eigenlijk van al die MBO-studenten. En ik vind het heel leuk om al die verhalen te horen en waar het MBO eigenlijk voor staat. Dat vind ik best wel speciaal om dat mee te mogen maken.